kan zijn dat jouw familie ver weg woont en het moeilijk vindt om bij jou op visite te gaan. Maar het is natuurlijk wel erg leuk om met je visite in contact te zijn. Nou, dat kan op verschillende manieren. Je kunt natuurlijk bellen, WhatsAppen, beeldbellen. Maar er is ook een nieuwe vorm van beeldbellen. En ik denk dat mijn familielid Rob mij nu gaat bellen. Want die zit in Australië. We hebben het tijdsverschil natuurlijk wel even berekend. En als het goed is, komt hij zo in beeld. Hij is aan het opstarten. Je ziet dat hij nu belt. En er wordt connectie gemaakt. En daar is hij. Hey Rob. Hi Kim, hoe is het met je? Goed. En super. Loop je even met mij mee, want we gaan even wat drinken halen. Oké. Okay. Nou, Rob kan dus ook met mij meelopen. Dus ook als ik ergens naartoe wil, ik hoef niks te doen. Rob doet dit vanuit Australië. En zo kan hij toch bij mij op visite. Dus tot de volgende keer. Hi.